Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid heeft een project ingediend bij de PAHO voor het veiligstellen van de toegang tot gezondheidszorg in de door wateroverlast getroffen gebieden in de districten Sipaliwini en Brokopondo. De directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Carissa Etienne, heeft dit projectvoorstel vanwege de urgentie onmiddellijk doorgeleid naar de afdeling noodsituatie van de PAHO. Het voorstel werd ingediend tijdens de 75ste World Health Assembly, welke wordt gehouden van 22 mei tot en met 28 mei 2022 in Genève, Zwitserland.